Nou hoor ik heel de tijd iedereen zeggen dat Schöne in een soort vorm is dat je beter Van Beek op zou kunnen stellen. Ja. Nou, laat me nou zeggen dat dat zo zou zijn. Ja? Dat zou kunnen. En dan ben ik Schöne. Mm-hmm. En dan sta ik niet op die lijst. Na 34 wedstrijden gespeeld te hebben en misschien één keer in mijn leven een UEFA Cup finale. Mm-hmm. En ik sta er niet op. Weet je wat ik dan zou doen? Ja, dat weet ik wat jij zou doen. Dan zou ik heerlijk mijn broek aan trekken, de stad in gaan zeggen, krijg de tyfus maar. Ja. Ik ga een ander clubje zoeken. Of niet? Dat kan je niet maken. Dat gaat hij toch ook niet doen? Nee, maar dat hoor je wel. Dat zou eigenlijk misschien wel het beste zijn. Ja, René, maar je weet toch wat Happel gedaan heeft met Eddy Treitel. Happel speelde met Feyenoord de finale. Eddy Treitel het hele jaar in doel. Laatste wedstrijd finale stelde die Pieter Schaafland op. Nee. Ja. Maar jij weet het toch wel? Treitel ook weg. Natuurlijk. Maar Treitel heeft het gewoon gepakt. Maar je moet wel in oogenschouw nemen dat Schöne de laatste internationale wedstrijden slecht gepresteerd heeft. Nee, hij speelt al een paar maanden minder. Het is niet van gunnen. Het is natuurlijk, ze moeten winnen. Hè? Weet ik, maar als jij 34 wedstrijden gespeeld hebt... Ja, dat is hard. En kijk, misschien die Treitel komt nog, denk nog... We komen er misschien nog wel een keer, maar dit kan je vergeten. Schöne speelt nooit meer een Europa Cup finale in zijn leven. Maar Aad, jij bent erbij geweest. Ja. Wat zou jij doen als je trainer was? Nou, ik ben niet om mensen te elimineren. Maar als ze niet luisteren. Ah, joh, rot toch op! Als ze niet luisteren. Die komen, die haalden je dan 10 minuten uit. Nee, de elimineren. Maar als ze niet luisteren. Hè, die Krommer zei tegen mij. Na die wedstrijd bij Hubert Tatan, die van RTL leeft. Die meepraten. Die stond er langs de lijn. En die Krommer was de analist bij die. Hij zei: joh, wat vind je nou wat van die De Mos, joh? Met zijn 6 minuten. Hij zei, ik had hem na 3 minuten er al afgehaald. Die had al 6 keer naar de tegenpartij die bal geschoten. Mekrasvili. Maar ik vind, om die vraag antwoord te geven over die Schöne. Ja. Hij is wel principieel. Want hij laat Veldman staan, terwijl Tete een klasse beter is in die positie. Dus die heeft hem ook geholpen waarschijnlijk in het begin. En die is trouw gebleven. Schöne stelt hij op tegen Schalke. En ook tegen Lyon. Nou, ik heb in de rust tegen jou gezegd, als hij die niet wisselt, dan wordt het een hele moeilijke zaak. En Donny van der Beek is op dit moment de meest intelligente van de hele bende op het middenveld. Hij is nog intelligenter als Klaassen wat betreft het zien van tevoren waar die bal gaat uitvallen. Hij was degene die in Schalke, en dan praten we over Sanchez en over Viergever, nee. Hij was degene, Donny van der Beek, die de aanzet gaf tot bal veroveren en weer in het spel komen. En hij is de enige. Maar Aad, zeg jij nu, ik zou hem opstellen en ik zou de Schöne ernaast zetten? Nou, ik zou gewoon. Je hebt niet die rust gehad. En dat is goed voor Schöne geweest. Hij is geblesseerd geweest. Dus ik zou er rustig mee beginnen voor de ervaring. En misschien ook zijn voetjes zetten. Want met de fysiek is hij ook wel sluw. Hij kan eens een keer over een bal heen met zijn voeten. En als hij op is, of je ziet dat het niet draait, dan is het je groot recht als coach om te wisselen. Op dit niveau. Nee, maar ik vind het heel nobel van je. Maar eigenlijk op dit niveau tellen er geen sentimenten. Nee.